Mensen die riepen, hey Westside, hey Roy. Nou, dat kom je best wel vaak tegen. Ik heb nog steeds heel vaak, ook op de sportschool en eigenlijk overal waar ik kom, dat ik mensen me wel echt herkennen. Bent u misschien van die film? Ik zei, ja, dat ben ik. Leuk, ik vind het heel leuk. Tientallen bewoners moeten hun huis uit vanwege stadsvernieuwing. Mijn vader gaat ook naar een wisselwoning. Dat ik helemaal niet weg wil. Maar kent u wel een Marokkaans gezin? Jullie weten ook eigenlijk helemaal niks van de Nederlanders. Noem ik mezelf een Turgel, noem ik mezelf een Amsterdammer. Is dit weer zoals het was? Kom bij ons land. Kom met de camera in ons land. Mag ook bij ons komen. God, laat ik zien hoe wij leven. Hallo allemaal, welkom bij de wereld van Westside. Net als andere regio's kwam ook AT5 vorig jaar met een echte Amsterdamse reality soap. En de serie bleek zo'n succes dat zelfs de NPS hem onlangs heeft uitgezonden. Het doel van de soap is dat verschillende culturen in Amsterdam elkaar beter leren kennen. Maar is die opzet ook geslaagd? Nou, de Universiteit van Amsterdam heeft daar een groot onderzoek naar gedaan en het resultaat daarvan wordt vandaag gepresenteerd. Goed, wat doen soaps? Soaps spreekt andere groepen aan dan, dan nieuws doet. En nou, dat betekent ook dat je ja, door de verhalen zeg maar, andere thema's in de omloop kunt brengen dan je ook via voorlichting doet. Er is wel een risico, zodra mensen soap ervaren als voorlichting of als een informatief programma, dan blijven ze weg. Het moet natuurlijk wel leuk blijven. Irene Costera Meijer van de Universiteit van Amsterdam. Wat hebben jullie precies onderzocht? We hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop de soap Westside viel in de stad. Zeg maar of die reacties opriep, of mensen erover gingen praten, of mensen hem überhaupt gezien hadden en wat ze ervan vonden. En wat is er uit dat onderzoek gekomen? Wat er leuk is aan Westside is dat het eigenlijk anders dan soaps, maar ook anders dan nieuws, andere verhalen vertelt over de stad. Verhalen die je eigenlijk nooit eerder had gezien. En dat komt omdat soap, reality soap zeker, de binnenwereld van mensen aan de orde stelt. Wat er beter kan is dat er meer gelaagdheid komt in het verhaal. Nu zie je dat er toch nog te vaak gewerkt wordt met stereotypen. Die zijn in soap natuurlijk niet altijd te vermijden. Maar om een voorbeeldje te geven, als je een Marokkaanse vader laat slaan in een serie, ja, dan komt er eigenlijk bij de Nederlandse kijker maar één verhaal boven. En dat is, ja, natuurlijk slaat hij, want hij is Marokkaans. Terwijl, ja, ook hij heeft daar een reden voor. En bij een Nederlandse vader zou je dat nooit denken. Dan denk je, oh, die man heeft een alcoholprobleem. Of hij heeft misschien een tumor in zijn hersenen. Of hij, heeft, hij is in zijn jeugd zelf ook mishandeld. Dan zal nooit iemand zeggen, hij slaat omdat hij Nederlands is. Nou, die asymmetrie tussen de werking van stereotypen, daar kan je meer aan doen. Ik denk dat het grote geheim is dat het toegankelijk is, dat het spannende verhalen zijn die verteld worden en dat er een, voor eigenlijk iedereen wel een nieuwe wereld open gaat. Ja, ik vind dat het de enige echte multiculturele soap was van al die soaps die in de regio's gemaakt worden. Dus ja, ik zat eigenlijk te wachten tot ergens zo'n initiatief werd genomen. Dat ik vind dat het wel vanuit de mensen zelf moet komen, uit de steden of uit de regio's. Dus toen het hier gemaakt wordt, wij werken vaker samen met AT5, ik hoorde dat. Dus toen waren wij eigenlijk meteen geïnteresseerd. West is klaar ervoor, we omarmen iedereen. Het is gewoon, iedereen is welkom hier. Tuin voor, tuin achter, we hebben alles in de aanbieding. Dit is West, in West hebben we alles en Eus regelt het. Op Centraal kom ik heel vaak zo'n groep Marokkaanse jongens iedere keer tegen. Ik weet niet wat dat is, maar dan komt zo'n ineens zo'n 6 of 10 van die Marokkaanse jongens op me af. Westside, Westside! En ja, dat is heel erg leuk. Ik heb ook wat Marokkaanse en Turkse jongeren achter me aangehad die wij niet leuk vonden. Heel niet leuk vonden. En zoiets hadden van, oh, dan heb je dat rotwijf, weet je wel. Ik zeg, hey. Ik zeg, het is geacteerd, hè. Nagaan. Oh, zeg, ik heb echt helemaal niets tegen buitenlanders. Oh, want je was wel. Ik zeg ja. Ik zeg dat moest. Ja.
de winnende slagzin, dat was: Westside moet blijven, want Westside is mijn nummer 1. Zoveel ontspanning biedt mij geen. Dit is een winnares die in Breukelen werkt, die verkoopster is in een parfumerie-drogisterij, die de serie via internet en later via de digitale tv heeft gevolgd, die 8 vragen goed had en door middel van deze slagzin heeft gewonnen. En de winnares is Anita te Gussinklo uit Loenen aan de Vecht. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Papieren en sleutels. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik wist het trouwens wel hoor, maar ik vind het spannend. Ik vind het daarom belangrijk, omdat ik weet dat er nogal wat Amsterdammers naar gekeken hebben. Dat betekent dat het aanslaat en nou ja, het is een middel om ervoor te zorgen dat mensen nog weer eens een keer op deze manier met elkaar in contact komen. Morgenavond heb ik een presentatie, heb ik gewoon een solo met dans. Ah, je wordt last. Solo met de dans. Er kan ook familie komen kijken zoals jij. Dan kan jij komen kijken in het theater en dan zal je zien. Ik kom kijken in het theater? Ja! Laat me. Ik denk dat de mensen echt ja, het hartstikke leuk vonden, denk ik, sowieso. Kijk, natuurlijk, je eigen familie vind je altijd heel erg leuk. Maar ook gewoon mensen die ik niet ken, die gewoon naar me toe komen en die zeggen van ja, ik vond jou zo'n emotioneel kind. Of van ja, ik dacht echt eerst dat je een bitch was, maar dat ben je helemaal niet. Weet je, dat mensen echt gewoon een mening hebben en dat ze best wel vaak op je afstappen en dat gewoon tegen je zeggen. Dat vond ik echt heel, heel leuk. Is de koek nou op na deze serie of is er nog ruimte voor een nieuwe serie? Nou, kijk, je hebt koek in zoveel soorten en smaken. Dat, er is altijd wel weer een nieuw soort koek te vinden. Nee, er is absoluut ruimte voor nieuwe verhalen. Dat ontwikkelt zich ook allemaal door. Dus er zijn zoveel kanten die belicht kunnen gaan worden. En er zijn misschien ook nog wel andere groepen met een andere culturele achtergrond waar we nog niet aan toegekomen zijn. Om die ook eens in deze serie aan bod te laten komen. Wat voor groepen dan? Nou, ik heb nog geen Molukkers gezien. Ik heb nog geen Chinezen gezien. Moet er een tweede serie van Westside komen? Ja, en om verschillende redenen. Ten eerste omdat je nu 13 afleveringen een begin van een wereld hebt neergezet. Maar die wereld is nog heel kwetsbaar. Die mensen, die personages en de karakters zijn nog niet sterk genoeg om bijvoorbeeld de vooroordelen die mensen, de kijkers hebben bijvoorbeeld, om die echt te kunnen tegenspreken. Daar heb je een langer lopende serie voor nodig. Wat je met Onderweg naar Morgen en Goede Tijden, Slechte Tijden en heel vroeger Zeg eens A ook had. En die personages zijn bestand tegen een beetje duwen van de kijker. Dus dat is de ene reden, zeg maar, dat er gewoon een vervolg moet komen. En dan heb ik het niet over nog één vervolg, maar heb ik het eigenlijk over een jarenlange wereld die je aan Amsterdam toevoegt. Een soort van virtuele wereld die zowel op internet plaatsvindt als op televisie te zien is. En waarbij je zeg maar Amsterdam maar dan op zijn virtueelst kunt laten zien. Willen jullie dat er een tweede serie komt? Ja, wat mij betreft wel. We kunnen dat niet zelf helemaal financieren. Want dat moet ook weer, dat vind ik ook echt. Dat is een strijd, dat hoort daarbij. Want hoe meer je ervoor moet vechten, hoe beter het wordt. Maar we willen wel meehelpen om dat te doen en hebben dat ook al aangegeven. Maar als nou de provincie wat doet, de stad wat doet, AT5 zelf, dan zul je zien dat er echt wel weer meerdere scooters gaan rijden straks. En moet de serie doorgaan? Ja, van mij moet de serie zeker doorgaan, ja. Waarom? Ik vind dat eigenlijk elke Amsterdammer deze serie moet kijken. Helemaal omdat je een inkijk dus in andermans cultuur krijgt. En ik vind dat heel erg belangrijk ook, dat mensen dat zien. Het is ontzettend gezellig, leuk en veel mensen kijken ernaar. Het brengt wat, het doet wat met de mensen en dat merk je wel ook op straat inderdaad met reacties. Dat mensen toch zeggen van ja, het is echt leuk, ik heb wat geleerd over andere culturen en zo. Ja, dat vind ik gewoon een pleuze pre en ik vind het gewoon heel leuk om te doen, dus vandaar. Zou je het leuk vinden als Westside door zou gaan? Ja, dat zou prachtig zijn. Dat zou ik heel leuk vinden. Veel enthousiaste reacties, een onderzoek dat uitwijst dat het goed zou zijn als er een tweede serie komt. Dus laten we hopen dat Westside 2 er ook definitief komt. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Ja.